Mr. Mime is een dansende Pokémon. Joh, dat wist ik nog niet. Wat? Kijk hier, Mr. Mime. Yo, Nintendo fans en yo, Rickachu Army. Leuk dat je weer kijkt. Wil je ook in de Rickachu Army? Druk even op dat abonneerknopje hier beneden. En dan ga ik snel Pokémon spelen. Want we zijn de laatste tijd keihard bezig. En de vorige keer hebben we Marnie verslagen in Pokémon Sword and Shield. En dat betekent dat we nu Spike Muth in moeten. We mogen erin van Marnie. Marnie heeft een soort van gezegd dat we hier naar binnen mogen. Want dit is de stad waar Marnie opgegroeid is. Oh ja. Eén dingetje. Ik ga naar jullie luisteren. Ik ga echt een keer naar jullie luisteren, want de reacties waren overweldigend. Jullie willen namelijk allemaal Orbeedle terug in mijn team. En dan in plaats van Persecutor, denk ik, want heel veel van jullie vinden Persecutor niet zo tof. Hoppla! Kijk hoe aardig ik ben. Welke YouTuber luistert nou echt naar zijn kijkers? Ik doe gewoon voor jullie Orbeedle in mijn team. Hij is wel level 38. Oftewel, hij heeft wel een kleine achterstand. Misschien hebben we nog wat itempjes voor hem. Nou, ik heb letterlijk één rare candy. Dat schiet ook niet op, hè? Nou ja, dan hopen we maar dat hij snel bijgetraind kan worden. En dan gaan we eens kijken wat er hier in Spike Muth allemaal gaande is. We zien hier Marnie. En die zegt, ja, als die deur dicht zit, dan kan niemand de gym gaan challengen. Ik moet dit even gaan onderzoeken. Is goed, Marnie. Nou, ik heb toevallig heel veel van deze, dus we krijgen wat van Marnie. En dat zijn revives? Oh nee, Pierce Leak Card. Waarom heeft ze zoveel van Pierce Leak Card? En wie is Pierce? Welkom to Spike Muth, kind. Ik hoop dat je klaar bent voor je gym missie. Oh, we moeten ons uniform weer aan. Huh? Hebben ze geen stadion hier of zo? Ze hebben overal stadion. Wat is dit voor een skere stad? Zie daarboven wel een toffe poster van Marnie. Ik wil eigenlijk ook een poster van Marnie. Ik ben ook een fanboy. Marnie Fanclub United. Ik ga ook bij Team Yell. Ik wil ook een Team Yell outfit. Kan ik die ergens krijgen? Team Yell outfit? Dat wil ik. Dat is vet. Gym Challenger. Jij wil hier voorbij. Maar ik wil dat niet. Het is nu een gevecht tussen onze wensen. Nou, zou ik Orbeedle kunnen gebruiken met zijn Bug-type moves, maar aan de andere kant wordt hij waarschijnlijk ook keihard geklapt door Dark-type moves. Dus ik zit een beetje in twijfel of ik Orbeedle nou hier in moet gaan zetten, ja of nee. Hij groeit bijna een leveltje. En als die een level gegroeid is, dan gooi ik er gelijk even een Rare Candy op. Want Orbeedle moet eventjes weer lekker level 42, 43 gaan worden ofzo. Dat hij weer lekker mee kan doen met de teampie. Want de tegenstanders zijn ook level 42. Dus dat is wel een dingetje nu. Wat is dit voor gangsterstad? Hier, ik zie ook posters van Rose. Waarom zijn hier posters van Rose? En wat hangt hier voor blaadje dan? Kan ik dit lezen? Yo, maar dit is echt een ghetto city, jongen. Alles is dicht en donker. En kapot en weet ik veel wat. Yo. Mr. Mime is een dansende Pokémon. Joh, dat wist ik nog niet. Wat? Kijk hier, Mr. Mime. Wat doet een vrolijke Mr. Mime in zo'n donkere stad als dit? Oké, laten we battelen tegen een Thievul. Kom op, Rillaboom. Eigenlijk moet ik hier Surfers gaan inzetten. Fighting is natuurlijk super effective tegen Dark-type Pokémon. Dus ja, ik ga zo even switchen naar andere Pokémon. Alhoewel, Rillaboom doet het eigenlijk ook echt super goed, want die one-shot iedereen. Grimmsnarl een level omhoog en Orbeedle een level omhoog. Grimmsnarl wil Play Rough leren. Het is wel sterker dan Spirit Break. Oké, laten we dat doen. Oh, dit was ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, hè? Oh, we mogen erdoor. Oké, top. Nou, dankjewel. Doei, Mr. Mimepie. Buddy, buddy. Kijk hem redden. Hij beweegt ook zo grappig. Oké, we mogen door. Knal ik even die Rare Candy op Orbeedle. Bam, level 40. Het is wel even tijd voor Surfetch nu. Trouwens, de vraag van de dag is vandaag. Wat is je favoriete Pokémon ooit? Mijn favoriete Pokémon ooit, dat weten jullie, dat is Scyther. En dat zal denk ik ook wel altijd zo blijven. Dat is gewoon ook, zijn ook gewoon memories van vroeger, weet je wel. Ik begon met die allereerste game. Scyther was toen mijn favoriete Pokémon. Dat is altijd zo gebleven. Maar ik ben benieuwd, wat is jullie favoriete Pokémon? En als je je favoriete Pokémon in de comments zet, doe even dat duimpje omhoog op die comment. Want dan gaat die Pokémon omhoog in de reacties. En dan kunnen we kijken wat de populairste Pokémon is in deze community, in de Rickachu Army. Oh, wat? Waarom opeens een Scrafty dan? Is Scrafty ook dark? Ik dacht altijd dat Scrafty gewoon een fighting-type Pokémon was. Maar oké, prima. Helemaal goed. Doei, Scrafty. We one-shotten hier alles, jongen. Zijn wij nou zo sterk opeens? Of hebben we gewoon nu opeens wel de goede counters? Surfetch en Toxtricity gaan een level omhoog. Dat gaat ook heerlijk. En dan hebben we deze gast ook al verslagen. Wat gaat dit snel? Team Yell, Team Yell, Team Yell. Dit gaat veel te snel. Kom op, jongens. Jullie kunnen beter dan dit, toch? Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze praten. De wereld
is dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Oh, de mensen praten niet in Brabant. Ze slapen. Althans in het liedje van Guus Meeuwis. Ik maak er weer mijn eigen versie van. Het is een half Rotterdamse versie. Daar praten mensen gewoon veel. Dus ik heb nu Brabant en Rotterdam geremixed in een liedje van Guus Meeuwis, jongens. Zo doen we dat. Geen probleem. Oké, Marnie fangirls. Kom maar. Zijn jullie met z'n tweeën? Of met je in je eentje? In je eentje? Oké. Weevil. Dat is best wel een coole Pokémon. Go, Sirfetch'd. Oh, snap. Weevil is in ieder geval sneller. Dus ik krijg nu echt daadwerkelijk even een klappie. Maar ja. Dan is het ook alweer klaar voor Weevil, jongen. En dat was ook maar één Pokémon. Oh. Ze gaan nu voor ons juichen, zeggen ze. Nou, top. We hebben fans erbij, jongens. Even kijken of Mr. Mime ook een fan wordt straks. Oké, go. Ik wil die volgende badge gaan pakken. Let's go. Oh, daar staat weer iemand te wachten. Hij zegt, ja, dit is onze geheime hangout en ik ga je die niet laten verpesten. Tijd voor een pincer attack. We zullen er alles aan doen om te winnen. Oké, jullie komen nu met z'n tweeën. Jullie sluiten mij in en zo en dan moeten we battelen. Oké. Leopard en Drapion. Oeh, Drapion moeten we wel even uitkijken, jongens. Dat is wel even een hele goede Pokémon namelijk. Ik ga eerst dan toch even die Liepert eventjes slopen. Oh, die is wel sneller. Die doet Assurance. Ja, op Orbeedle. Dat doet pijn. Ja, Dark-type attacks doen gewoon pijn op Orbeedle. Dus dat is wel een probleem. Oké, Leopard is denk ik wel gesloopt nu, als het goed is. Maak hem kapot. Oh, Bugbite. Oh, dat doet ook veel pijn. Oké, ja, zie je? Orbeedle is niet de beste keuze in deze battles, jongens. Leopard is down. Leopard. I don't know. Potato, potato. Rillaboom, level omhoog. Dan ga ik Surfers even door laten vechten. Orbeedle ga ik even terugtrekken uit dit gevecht, jongens. Ik wil niet gelijk dat mijn Orbeedeltje down gaat, hè. Dat is niet de bedoeling. Daarvoor hebben we hem niet teruggedaan in het team. Drapion gooit Poison Fang. Ik gooi Brick Break. En nog een keer. Maar misschien is Colossal wel sneller. En dan mag hij Incinerate doen. Drapion doet nog een keer Poison Fang. Maar dit gaan we wel winnen, hoor. Dit is geen enkel probleempie. Hoppakeetje. Bye bye, Drapion. Mazzel. Deze gast zegt, heb ik verloren als een lid van Team Yell? Of ben ik verslagen als gym trainer? Oh, oké. Jullie zijn een soort van de bodyguards van deze gym of zo? Ze zeggen, oh, whatever. Onze gymleader is de volgende, maar hij is echt super sterk. Heb je dat begrepen? En die andere zegt, ja, iedereen wist toch al de ware identiteit van Team Yell, toch? Oh, jongens. Oké, jullie zijn dus gewoon gym trainers. Ik ga eerst even al mijn Pokémon healen, want zo te zien zijn we bij de final battle aangekomen. Oh, wacht even. Als we teruggaan, dan retiren we. Dat is niet de bedoeling. Nou, weet je wat? Dan ga ik wel even gewoon allemaal potions gebruiken. Zo, hoppakee. Hyper potion voor Surfers. Hyper potion voor Orbeedle. En dan zijn we ready. Pak aan met deze posters trouwens. Die is helemaal ondergekladderd. Dat deed ik vroeger ook altijd op school. Ik ging altijd snorretjes op mensen tekenen en dat soort dingen. En nu heb ik zelfs zo'n dikke baard. Dat is gewoon karma van vroeger. Oh, snap. Hier is Marnie. Die zegt, shut your gub. Wat? Marnie zegt, oh, Rickachu. Sorry. De mensen van Spikemut vertellen me dat de stad dicht zit omwille van mij. Spikemut wordt slechter en slechter en alles wat Piers zegt is, maak je geen zorgen. Dus we hebben beslist om onszelf te vermommen als Team Yell en onze challengers te saboteren. We dachten dat als we de andere gym challenges konden stoppen de gym te halen, dan zou Marnie de enige zijn die hier kan winnen en de Champions Cup ook winnen. Oh, wauw. Ja, op die manier zou Marnie dus champion worden. Yo, dit is niet eerlijk, jongen. Laten we gaan. Oh, snap. Oké, dit is wel een fancy neon lichtachtige stadionnetje. Zo'n klein stadionnetje. Dit is Dordrecht. Echt. Of, nee. Laat ik verder geen kleine clubs gaan beledigen of zo. What? Is dit Pierce? Dit is Pierce. Pierce is een zanger. Nice. Toffe haren trouwens ook. Ziet er vet uit, jongen. Met je mooie microfoontje. Kijk hem rocken dan. Lekker. Toxels in de building ook. Team Yell staat hier de fanboy en fangirlen. Daarachter zit iemand achter de computer. Die zit waarschijnlijk het geluid te regelen. Ja, dit is Pierce. Dat weten we al toch, jongens? Hij zegt, jullie zijn er eindelijk. Ik ben niet echt een goede gymleader. Daarom kwam niemand me uitdagen. Hé, dat ligt niet daaraan. Ik heb goede oren. Dus ik heb alles gehoord over dat de stad dicht zit. En toen ik alleen was, was het alsof mijn ziel helpt. Wat? Dit is een simpele gymstadion. We kunnen hier onze Pokémon niet eens Dynamaxen, maar oké, we gaan dus niet Dynamaxen. Ik hoop dat je nog steeds plezier hebt in je battle. Oké, iedereen gaat aan de kant. Let's do this. Come on, we gaan battelen. Mijn Farfetch is er klaar voor, jongen. Ik ben de gymleader van Spikemut. Pierce, de Dark-type user. Jij wil me uitdagen. Ook al weet je dat je gaat verliezen, dan is dit liedje voor jou, jij domme trainer. Bereid je voor op een morspit met mij en mijn Pokémon. Spikemut, het is tijd om te rocken. Yeah!
Let's rock! Lekker Piers, kom op! Vier Pokémon, je begint met de Scrafty. Die heb ik net gewonshot bij een van je trainers, hè? Dus ik weet niet hoe sterk deze Scrafty is. Oh, oké, hij gaat ervoor, jongen. Hij is opeens wakker. Oké, kom op, Surfash. One-shot deze guy even. Oké, fake out. Hij begint met fake out. Dan kan ik niks doen, natuurlijk. Mijn snelheid is wel omhoog nu, dus dat is top. Kom maar op, Brick Breaky. Op zijn bakkes. One-shotje, dan ben je een level omhoog. Lekker Surfetch. Heerlijk gedaan, jongen. Hoppakee. Surfers level omhoog. Orbeedle level omhoog. Die is al van level 38 nu naar 41 volgens mij. Malamar. Oké. Ik ga het gewoon blijven proberen met Surfetch. Ik twijfel namelijk een beetje of Malamar ook Ghost type is. Oh, snap. Ja, Malamar is wel vet hoor. Dit is echt een hele vette Pokémon. Kijk dan hoe hij staat zo steady ook daar. Rustig te chillen. Dus Critical Hit was niet super effective. Hij doet Psycho Cut. En die is wel super effective. Oké, maar we kunnen Malamar fixen. Brick Breaky er bovenop en dan is het klaar met Malamar. Maar Surfetch lijkt wel een beetje klaar in deze gym battle, want hij heeft best wel veel damage gepakt. Goed gedaan, Surfetch. Dat wel. Obstagoon. Durf ik Obstagoon nog aan? Ik ga Obstagoon nog proberen te fixen met Surfetch. Obstagoon is level 46. Maar ik hoop dat ik Obstagoon gewoon kan one-shotten met Brick Break. Ik ben niet sneller. Ah, ik dacht dat ik wel sneller zou zijn. Hij doet Obstruct. Daarmee verdedigt hij zichzelf. Is Obstruct niet een move die altijd sneller is? Oeh, dat doe je wel goed trouwens. Ja, oké. Ik kan gewoon Brick Break gebruiken. Nee, ik ga hem niet one-shotten. Oh, Surfetch down. Surfetch is down door Shadow Claw. Ja, dit is klaar. Ah, shit. Grimmsnarl was ook een goeie voor deze battle. Met zijn fairy type moves. Ik verwacht wel dat Obstagoon sneller is. Dus ik ga gewoon Draining Kiss doen. Shadow Claw. Helemaal goed. Not very effective. Draining Kiss. Wil jij een kusje van mijn Grimmsnarl? Lekker hoor. Heel goed. Obstagoon is down. En Colossal een leveltje omhoog. Moeten we nu tegen Skuntank? Oké, we hebben natuurlijk geen Dynamax, hè jongens. Dus ik zat al helemaal na te denken over welke ga ik Dynamaxen dan. Maar Skuntank gaat ook niet gedynamax worden. Dus level 45? Ja, dit moet wel lukken toch? Maar Skuntank is wel poison. Dus ik denk dat mijn Draining Kiss sowieso niet super effective is. Draining Kiss! Zie je, die is niet super effective. Dan ga ik maar even door met Play Rough, denk ik. Die is namelijk iets sterker. Ja, maar dit gaan we wel fixen, jongens. Pierce, ik kom je badge halen, vriend. Ja! Hoppakee! Oh, hij doet Aftermath. Ik overleef het gelukkig wel. Dag, Skuntank. En daar komt onze badge aan, jongens. Lekker gedaan, Grimmsnarltje. Dat is toch ook wel een lekker Pokémonnetje, hoor. Oh, nee. Oh, de tragedy. No. Tragedy for Pierce. Mijn team en ik hebben ons best gedaan. Laten we elkaar nog een keer ontmoeten voor een nieuwe battle. 7360 Pokémon is in de bank. Oh, jongetje toch. Pierce zegt, ik ben blij dat we hebben gebattled. En mijn Pokémon voelen dat ook aan. En daar komt hij. Ja. Daar is die alweer, jongens. De zevende badge. De Dark Badge in Pocket. Dat betekent dat we nog maar één badge moeten. En dan kunnen we gaan proberen om Pokémon Champion te worden. Oh, kijk iedereen huilen hier. We krijgen nog even het uniformpje van Pierce. En hij zegt, mijn zusje Marnie zal de volgende zijn die me gaat uitdagen. Kijk, daar staat Marnie al. Pierce zegt, oh, je was al aan het kijken. Maar je leert er niks van als je naar mij kijkt hoe ik verlies. Maar Marnie zegt, ik was aan het kijken naar jouw battle, broer. En dat is hoe ik heb geleerd hoe ik moet battelen. Pierce zegt, er is eigenlijk iets wat ik je wilde vertellen. Ik wil dat jij deze gym overneemt in Spike Mud. Jij moet de nieuwe gymleader worden. En Marnie die zegt, oh ja, dat wist ik al. Ze hebben wel lekker veel emotie naar elkaar toe, hè, die twee. Marnie zegt tegen Pierce, ah, je was van plan om je terug te trekken, toch? Na de Champion Cup. Je bent echt een goede gymleader geworden, ook al Dynamax zie je Pokémon niet. Ik hou van je, maar mijn antwoord is een dikke vette nee. Ik bedoel, ik wil de champion worden en dan kan ik geen eens gymleader zijn. Oh ja, yeah, je kan niet champion en gymleader tegelijk zijn. Nou, zij gaan nu lekker tegen elkaar battelen. Heel veel succes, Marnie. En ik zie je later. Hoppakee, we hebben Pierce verslagen. Oh snap, dat was een of andere huge ass knal weer. Er gebeurt iets op route 9. Het is zo slecht dat zelfs de kampioen er naartoe is gekomen. Oh hey, je hebt net Pierce verslagen. Oh, dan moet je sowieso even komen helpen. Hij laat ons even de weg zien. Oké, broer. Yo, wat gebeurt er allemaal dan? Nog een big vette boom. Yo, Leon. Wat doe jij hier dan? Leo zegt, Rick, bedankt dat je hier naartoe komt. Maar ik handle het wel. Geen probleem, joh. Ik regel alles in deze regio. Jij moet je alleen focussen op het doel. En dat is de volgende gym badge halen bij Ryan. Ryan is de enige trainer waarvan Leon denkt dat hij echt een goede rivaal is voor Leon. Leon zegt, de onverslaanbare kampioen is hier. Om gewoon op te letten en alles veilig te houden. En nog een dikke vette boom. Jongen, ik zou maar heel snel gaan nu. Want anders hebben we straks wel een probleem. Leon zegt, het kwam van die tunnel. Ik ga daar naartoe. En wij gaan er gewoon keihard achteraan. Maar dat doen we in de volgende video. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo en Pokémon houdt. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!